De Arnhemse Marga Klompe, geboren in 1912, was tijdens de Tweede Wereldoorlog van grote betekenis voor de stad. Ze was een verzetvrouw in hart en nieren. Een voorbeeld hiervan is dat ze onder andere twee evacuatieposten leidde tijdens de Slag om Arnhem. Na de oorlog zette zij zich in voor de wederopbouw.